Hallo, kijk, Johnny T. Ik ben Mark en vandaag ben ik met het Hato 5 en 4. Vagrafing, ben ik hier wel even? Volgens mij is het... klopt het al gelijk niet. Want we hebben geen nevel dingetjes meer nodig. Dus deze die gaan we gewoon mooi eventjes weer hier naar boven zetten. Als het goed is, hebben we nog wat justifications openstaan. Dus dat moet goed komen, denk ik. Zo. Denk ik. Even zien. Oh, nog niet. Oké, dan gaan we dat gelijk eventjes regelen. Oeh, nice. Even zien. Ja, dan gaan we de Falkland Islands even regelen. Nou, dat is al prima, denk ik. In ieder geval of de ships ook even een beetje up-to-date houden, denk ik. Waarom niet? Zo, laten we daar maar gewoon gelijk even wat light cruisers bij zetten. Dat moet nog lukken net. Top. Oké, nu gaan we hier. Of hier zijn we al justified voor. En hier gaan we dat ook doen. Rek. Zit allemaal in allies. Hij heeft ook oorlog met hun, als het goed is. Nou, Sovjet-Unie. Misschien wel een beetje dom idee om ze aan te vallen, maar ja. Maar ja, ik wil in ieder geval sowieso een beetje richting Noord-Amerika gaan aanvallen. Dus hopelijk gaat dat lukken. Nou, dit was wel een easy peasy win. Lijkt mij. En dat is het zeker. Oké, we hebben in ieder geval aerial superiority. Dus dat we deze eigenlijk niet meer te hebben. Nice, thank you. Hopelijk ook zo in Georgia. Dan krijgen we deze twee eilanden. Of ja, deze die hebben we nu al. Als we deze erop bij krijgen, dat zal wel fijn zijn. Nou, daar zullen we nog even mee moeten wachten, denk ik.
tackle sticks. Top. Commander. Oh, was hat die Pause? Doe die wel. Thank you. Dat zal wel heel dom zijn als ze gewoon naar hun hoofdstad toe kunnen lopen. Nou ja, wel komisch. Nope. Ga ik de lijk van 1940 maken. Ziet er nou uit dat we gaan winnen? Dat is helemaal top. We hebben gewoon niet genoeg divisies om. Ja, te verdedigen, laat ik maar zeggen. Oh. Dat zal nog een probleem worden. Dukjaat erbij, top. Luxemburg Joint Allies, maar die zaten toch al in de Allies. Oké, ik denk dat deze float wel genoeg zou hebben, denk ik. Dus ik ga eens even een nieuwe aanwijzen. Eigenlijk heb ik ook tanks nodig. Misschien wel handig om te hebben. En dit lijkt me ook wel handig om te doen.
Oké, ik ga alleen nog even proberen te justifyen aan deze. Venezuela dus. Jeetje, Duitsland. We zien. Hij heeft nog heel veel manpower, dus op zich zal het eigenlijk best wel easy peasy lemon steve voor hem worden. En hij zit al dicht bij Leningrad. Dan krijgen we 5% minder national stability. Dat zal toch wel goed moeten komen, denk ik toch. Best wel wat troepen volgens mij. 15 tot 23. Oh nee, oké. En ze hebben ook heel weinig manpower, dus als ze echt heel lang doorgaan met aanvallen, dat het niet echt goed gaat. Kijk, maar dan heb ik in ieder geval wel dit gebied al helemaal voor mij. Alleen Brazilië, dat gaat toch wel won. Oké, nu wil ik het Duitsland wel eens even gaan helpen, denk ik. Ik ga gewoon vragen of ik in access mag. Fall of Leningrad, top. Dat is nou juist het probleem. Ik heb toch ook gelijk met de VS oorlog en dat wil ik niet. Ik weet niet precies hoe ik dat dan moet gaan wijzigen.
Maar ik denk niet dat hun de hulp eigenlijk nodig hebben. Daar. Dus. Ik ga mij gewoon focussen op de VS. Oh ja, dan moet Spanje ook nog kapot gemaakt worden, maar ik weet niet hoe we dat gaan krijgen. Oké, ik weet niet waarom die lag op is was, maar oké. Sure. Zo. En nu zit het ook nog in de Axis. Oké, deze kunnen we dan even wel voor de steel protection gaan. Dat moeten we eigenlijk ook nog hebben. Ik zit al even af te vragen. Als ik dan oorlog ga nemen met de VS, wat er dan überhaupt gaat gebeuren? Gaan ze dan in de allies komen turn? Iets. Dus daarom maak ik even gelijk al wat troepen daarvoor. Val of Moskou, nice. 11 miljoen. Tegen Duitsland maar 700.000, sowieso. Stalingrad nou nog valt. Jullie moeten even deze kant gaan proberen te onder controle te houden, terwijl de rest hier dat doet. We moeten eigenlijk alleen nog binnenkort dit gebied hebben. Airland Battle. Hoeveel van deze divisie zou ik eigenlijk nog? 79. Zo. Daarvoor moeten we nog heel wat uitpompen, denk ik.
Ik denk dat het wel goed komt. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop de lip van een gif lekker op elkaar. Zie ik de volgende keer weer. Later.